De selectie van SC Cambuur is deze week op trainingskamp in Epe. Hoe beleven de spelers het trainingskamp tot dusver? Wij spraken met Emmanuel Mbende en aanvoerder Robert Schilder. Het ziet er allemaal erg goed uit hier. Een hotel voor onszelf. Het ziet er allemaal heel goed uit. Het is hier prettig. De velden liggen hier 100 meter verderop. Die zijn erg goed. Dus we mogen niet klagen. Veel nieuwe jongens. Merk je dat allemaal nog wat aan elkaar moet wennen? Ja, nou, vooral op het veld natuurlijk. Zijn er dingen die nieuw zijn voor veel nieuwe jongens. Buiten het veld gaat het eigenlijk prima. De sfeer is goed. Yes, so far everything is all right. The boys, we are almost all the same age. We have all the same age, so it's feel good. And we feel good on the pitch and also outside of the pitch. Nou, hebben jullie een echte test gehad tegen de Graafschap? Kijken jullie dan ook verder dan de uitslag? Ja, natuurlijk, dat moet wel. In de voorbereidingen is dat natuurlijk wel de bedoeling. Als we puur voor de uitslag waren gegaan, ja, dan had je natuurlijk ook dingen anders gedaan. Had je misschien een andere opstelling of had iedereen 90 minuten gespeeld. Nu is het natuurlijk ook behoorlijk wat doorgewisseld. Het is natuurlijk belangrijk om verder te kijken naar de uitslag, want de voorbereiding, de ervaring heeft me wel geleerd dat de uitslag en de voorbereiding niet zoveel zeggen. I saw you laughing with Isaac Calon a little. Yes. It's like David and Goliath. Yeah, he's a funny guy. He's of course smaller than me, but we still can have fun together and We're stronger. Me of course. Yeah, there he is. Me of course. I think it's not even a question. He knows it by himself. He knows it by himself. Wat verwacht je van dit seizoen? Hebben jullie ook een doelstelling met z'n allen uitgesproken of is dat nog lastig te zeggen? Ja, nee, de doelstelling is nog niet uitgesproken. Iedereen weet natuurlijk dat het best een mooie competitie wordt dit jaar. Dat is eigenlijk alleen maar leuk. Maar daar hebben we nog niet zo over gehad. Maar het is wel fijn dat we al vrij vroeg een grote groep hebben. Dus je kunt vanaf het begin af aan daar al mee gaan werken. Vaak zie je nog aan het eind van de voorbereiding komen er nog heel wat jongens bij. En dat is toch lastig. Of gaan er nog weg. Daar ziet het op dit moment nog niet echt naar uit. Dus dat zou een voordeel moeten zijn, denk ik. Ja. Wat je zegt, het wordt een zwaardere competitie. En ook jouw oude clubje zit erbij, hè? Ja. Het wordt dat op zich echt een hele leuke competitie. En er wordt natuurlijk best veel over gesproken al. Dat is alleen maar leuk. Want laten we eerlijk zijn, de Jupiler League kan best wel aantrekkelijk zijn. Maar op jeugdcomplexen voor 150 man spelen op een maandagavond, dat is niet heel leuk. En ook daarom is het leuk dat er gewoon echt mooie clubs bij zijn gekomen met een mooi stadion. Met mooie supporters. Dus dat is voor iedereen denk ik leuk. Ja. Zie je dat ook als een voordeel? Dat je eigenlijk tegen zulke clubs dan kunt opboksen? Ja, kijk, aan de ene kant wordt het natuurlijk ook lastiger. Je wil dat soort wedstrijden spelen als voetballer natuurlijk. Ik zie het eigenlijk alleen maar als een positief iets.